Ik zou niet varen. Oh ja! Oh fuck! Yes! Hou hem! Ja! Oh shit! Woe! Maar ik ben ook. Ja! Hoe dat is via jij? Yes! Oh. Hey! Goedemorgen! Goedemorgen! Klaar voor? Helemaal! Lekker man! Mooie dag vandaag! Ja! Tijgerraaien, wahoo! Goed bodemspul! Minder wind! Minder wind! Eens kijken wat we maar kunnen vangen! Kunnen hengelen! Hengelen! Zo, Joris, morgen! Ah, die hebben we wel nodig! Ja, dat denk ik ook wel! Toch een lekker weertje vandaag! Lekker weertje vandaag! Het is nog hartstikke vroeg, maar het zonnetje is echt al fel! Ik ben al met mijn ogen aan het knijpen! Michael komt er volgens mij al aan. Ik heb de hengelspullen al klaargezet. En vandaag hebben we een missie. We gaan met de boot weg. En we gaan proberen om met de boot een tijgerhaai te vangen. We hebben ook nog kans op nurse sharks, verpleegsterhaai, hamerhaai. We gaan misschien trollen op wahoes en merlijnen. Het ligt er een beetje aan of er troep in het water ligt of niet. Als er troep in het water ligt, kunnen we dat niet doen. Maar als het er niet ligt, dan gaan we dat zeker even proberen. En wahoe, dat blijft voor mij nog steeds even een favoriete vissoort. Dat wil ik zo graag vangen. Terwijl we daar voor anker liggen, hebben we ook nog kans om van alles te vangen. Kleine soortjes, grote soorten. Hier in Mayo is de soortendiversiteit mega. Je kan echt van alles vangen. Amberjacks tot merlijnen. Nou, en dan alles ertussenin ongeveer. Maar goed, we gaan zien wat het vandaag gaat brengen. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik heb er zin in. Ik ook, man. Michael, kom maar. Laatste spulletjes. Gaan we ervoor. Zo. Een kijkend stik naar haakje, hè. Morgen, Mike. Goedemorgen. We zijn er helemaal klaar. Ja. De vraag is, ben jij er klaar? Ik ben altijd klaar om te vissen. Lekker, man. We gaan vandaag even een joekel vangen. Ja. Ik weet nog niet wat, maar het gaat gebeuren vandaag. Ik voel het. Goeie vis. Voel het. Zo'n vis dat je nog haakt, dat je denkt... Ik heb alle vertrouwen in. Oef. Dat je haakt, dat je denkt dat je een duikboot gehaakt hebt. Ja. Zoiets, ja. Ja. Ja, dat gaan we vandaag eens even regelen. We gaan met de boot weg. We hebben de beste gids van Mayo bij ons. De beste gids van Kaap Verde in ons streek. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik heb echt zin. Ik weet niet, soms heb je, dan word je wakker. En dan ben je eerst nog een beetje zo, je slaapt moe. En dan de ene keer krijg je zo'n gevoel over je heen. Als je denkt aan het vissen. En dan heb je zo'n gevoel dat het allemaal gaat lukken. En dat gevoel heb ik vandaag. Meestal, als ik dat gevoel heb, dan gaat het ook lukken. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan een beetje focussen op de tijgerhaai, toch? Ja, focussen op de tijgerhaai. Probeer eens de vliegvis te vangen aan het oppervlakte met een freelandje. Ja. En die hebben, gaan we die levend aan de haak overboord gooien. Om te kijken wat daarop bijt. Ja. In principe wordt ook alles gepakt, zelfvissen, marlijnen, wahoes. Die zullen waarschijnlijk alles afbijten, maar... Ja. Dan natuurlijk een wahoe moet je met een staalkabel vissen en de rest kan je gewoon met nylon. Tijdens het wachten op de haai gaan we een beetje bodem vissen. Ik hoop wat mooie riffbeestjes kunnen vangen. Ja, ja, kunnen we nog een beetje jiggen ook? Ja, we kunnen wel jiggen. Als de vis onder de boot zit of als die vis op de visfijnen, gewoon een jighengel hebben gehoord. Als je voor anker ligt, dan blijft het op dezelfde plek liggen. Dus hopen dat ze dan onder de boot zitten. Als ze er zitten, dan vang je ze. Lekker man. Gaat gebeuren. Ja, lekker. Mooi dagje. Ook even wat minder wind dan de afgelopen 2 dagen. Daarom ook gekozen om lekker vanaf de kant te vissen. Hè. Maar sowieso is de kantvisserij super gaaf. Je kan echt van alles vangen. Je kan hier hele grote haaien vanaf de kant vangen. We hebben de afgelopen 2 dagen nog niet echt die monsters gevangen. Maar ik zal jullie nu even een paar foto's laten zien van Michael van het afgelopen jaar. Wat je hier dus vanaf de kant kan vangen. En het kan ook echt waanzinnig goed zijn. Wat is zeg maar op een goede dag, hoeveel grote haaien kan je dan vangen ongeveer? Ja, als het goed is dan... Dan kan je wel 4 tot 10 haaien vangen op een avond. Ja. En dan zou je eventueel nog wel meer haaien kunnen vangen, maar dan kom je gewoon in tijdnood. Ja, precies. Je vist 1 getij en dan ja, je hebt natuurlijk aardig wat tijd nodig om een haai eruit te halen, om te onthaken en terugzetten en om alles weer in het water te leggen. Dus ja, al zou dat bij wijze van spreken binnen 5 minuten gebeurd zijn, dan kan je er wel 20 vangen. Ja, precies. Maar ja, er zijn ook dagen bij dat de wind hard aantrekt en even wachten op het dek en roep. Dat de wind hard aantrekt, ja, en dan azen ze wat minder. Ja, precies. Maar ja, dat is vissen, het is niet vangen. Is ook zo. Dus, is dat je deckhand? Ja. Oh, hoe kan je man hond, bro? Ja, maar je kijkt ook weer een hond. Aha. Je pissen? Nee, hun praat altijd zo. Ja, jij praat altijd. Ja. Iedereen zegt altijd, ja, wat is er gebeurd? Ja, niks. Dat gaat de hele dag door zo. Lijkt wel als die pissig is. Als joh. Die pissig is, dan... Nee. Doe de man. Doe maar mooi materiaal aan de kant, ja? Obrigado. Ja, die hoort hierbij. Hup. De elegantie van een walvis springt hij aan boord. Zo, joh, strol naar de eerste plek toe. Ja. Onderweg al kans
dikke vis? Ja, ik zit te wachten op een wahoo, misschien wel een zilvis, ik weet het niet. Nee. Ja. It's all in the game. Ja? Zeker. Ik ben wel benieuwd jongen, wat we vandaag gaan vangen. Ja. Het is een lekker dagje vandaag. Ja, lekker op zee, dat kan wel weer leuk. Ja, wat rustiger zeetje ook. Ja. Iets relaxter dan de eerste dag. Ja. Het is allemaal goede vissen. Ja, zeker. Ja, visie! Hoppa, lekker Matthijs! Een beetje draaien en rustig trekken, dan dat je zo in de vier. Lekker hoor! Ik heb het weer gezeten, nee hè? Nee. Oké. Okay. Hoppa! Lekker man! Wauw! Vet hé! Dit is bruut! Hij haalt ons in! Hij is krap! Nee. Hij is krap! Nee, hij zit niet af! Hij zit er nog aan hoor! Hij is krap! Draai! Sneller! Wat komt er zo per pers? Jij even daarheen alsjeblieft? Ja? Lekker Martijn! Haha! Wat een chaos dit jongens! Heerlijk! Die zijn voor gekomen jongen! Ja, die zijn voor gekomen! Is je sterk? Mooi sterk! Lekker man! Kijk, en hij vecht hem nu vanuit de gevechtsstoel. De handschoenen worden aangedaan, dat betekent dat het serieus werk is. Dan doe ik het onder. Hopla. Rest eraan, niks tegen doen. Prima. Lekker man. Dit is top, hé. Doe eens een schatting, kapitein. Wat zal het zijn, denk je? Ik denk een wauw. Ja? Ja. En een mooie ook dan? Een mooie ook, ja. Mooie. Cool. Hey, met zijn haar helemaal geverfd. Ja? Nee. Geen lelijke. Nee. En je hebt de handschoenen aangedaan, het zijn serieuze vissen. Ja, ik moet de leader pakken. Ja. Dus je hebt een whitehorn, dan krijg je een stuk leader. Ja. En dan die moet je wel even met handschoenen pakken. Ja. En ze hebben tandjes. Martijn, kan je ook maken? Ja. En als we een wauw hebben, dan eten we hem sowieso op, toch? We gaan hem sowieso opeten, ja. Ja. We hebben al heel de week niks gegeten. Ja. Dus, ik dacht, ik heb natuurlijk topvissers bij me. Maar, ja. Dus ik vang ze hebben niks te eten ook. Nee. Lekker hoor. Hier komt ie. Dus je gaat zo staan, hè? Oh jongens, spannend dit! Doe een friend. Varen! Heel goed! Vet, hé! Ik dat hij niet in het water wil komen, ja. Nee. Rustig, als je met spanning houdt. Rustig. Oh ja, is dat een hele dikke, Martijn? Ja. Een hele dikke. Lekker gasten, dit is vet! Oh, heel ziek. Enkel trok. Wow! Jezus! Even je voeten. Jezus, wat een ding! Wat sick! Ja, yeah, thank you! Jezus, gast! Vet. Holy shit! Haha! Hey! Wow, dit is een unit, hé! Wat? Ik zei toch dat we vandaag een unit gingen vangen? Dat is de eerste. God, man is jullie. Je gaat erin, ja? En dan zorg je, dit is het gevaar, deze duim. Deze duim moet hier. Ja. En dit laat je niet los. Oké? Okay? Ja. Wat er ook gebeurt, dit blijf je zo beter houden. Ja? Ja? Yes. Oké. Okay. Ding, hé. Kijk, dit is de vis met de allerscherpste tanden ter wereld. Ja. En het is best een lompe vis. Hij weegt wel een kilo of 20, denk ik. Heel mooi. Heel mooi. Martijn! Vertel eens even, dankjewel. Wat is er gebeurd, jongen? Nou, na een eindje trollen zijn we op de bank aangekomen. Ja? De bank waar het moet gebeuren, de Wahoo-bank. En 10 minuten. Ja, joh. Dikke Wahoo, mooie drill. Ja, joh, prachtig. Supervis. Droomvis. Droomvis.
Wauw. Ik ga hem eens even goed van jou fotograferen. Doe dat maar. Deze gaan we opsmikkelen. Gaaf, hè? Ah, oh, super. Daar ben ik echt blij mee. Ik ben blij voor jou, jongen. Ja. Heel vet. Ik ben blij, hè? Ja, ik ben echt super blij. We hebben een paar dagen hard moeten werken, maar het is echt snel gebeurd vandaag. Lekker! Ja, jongens. Beloning. Wat een vis. Mike, topvis. Echt. Top. Goed gewerkt allemaal. We hebben net een prachtige wauw gevangen. Hij ligt hier. We gaan hem opeten. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. We zijn weer verder aan het trommen. Ik heb een grappig setje gepakt. Hij komt met jig setje. Shimano Game Type J. Met een 14.000 Spin Power SB. Zoutwaterversie. Moet niet te grote vis haken. Maar het zal heel mooi zijn als ik er hier eentje op weet te vangen. We zijn nog even aan het trommen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we nog eentje pakken. Daarna gaan we lekker achter die tijger haaien. Oeh, spannend jongens. Spannend. Ieder moment kan hij erop klappen. Joris, ben je er klaar voor? Ja, ik ben zeker klaar voor. Ik zit even het filmpje van onder water te kijken. Ja, vet. Ik vang er nog even snel heen, hè. Ja, Joris ook. Kom dan even naar binnen. Ja, ook af. Oh, ja. Oh, wow. Wow. Kijk uit, hè. Rustig sterren, hè. Rustig trillen. Op de jig. Wauw, op de jig, gek. Nee, joh. Hij heeft nog niet eens door dat hij gehaakt zit. Oh! Ja! Madness! Oh, dit ga ik niet halen! Rustig, wat brek je dan? Joris, wordt gespoeld! Rustig. Niet meer ingooien, jongens! Gooi dan in met staal, oké? Okay? Ja. Zit er vol op de wouw, hè? Heb je hem? Heb je hem, Joris? Ja, hebben we. Oh. Ja, geef me die spinnengel, die zwaarste, die Stella. Ah, oh, nee, kut. Ja, ik weet niet of ik deze geland. Hier, ik heb al wat. Wil je een paal aanraken? Nee. Oh ja, gooi maar. Heel goed. Heel goed. En zo hard draaien als je kan. De hard kan niet. Kom op. Nog een keer. Kut! Klaar. Oké. Beetje trekken. Oké. Yes! Oh, los! Draai. Sperm. Ja, hangen! Oh, los! Niet varen. Dit wilde ik, jongen. Ik wil er een vangen. Werp het vangen. Dit is zo dik. Oké, komt-ie. Ik zou niet varen. Oh ja! Oh fuck! Yes! Hou hem! Ja! Oh shit! Woe! Maar ik ben ook niet. Ja! Hoe dat is via mij. Yes! Oh! Filmen? Dit is dik, hé! Ik sta ervol! Mag ik een keer? Woe! Oh! Man! Je hebt vandaag over, werp het maar op! Yes! Ja. Hey, veel druk houden, Daniel? Daniel! Dit is zo dik, jongen! Je hebt vandaag over, werp het maar hoevangen. Ik vroeg al aan Mike een paar keer, als je nou trol op de wouw tegenkomt, kan ik dan gaan werpen. Nou, ik haak er een op de jig, hij haakt er een op de jig. Nou, vang ik er eentje werpend. Holy shit, wat vet!
No. Dit is dik. Die run was hard. Oh, die kan ik de hele dag doen. Echt waar. Zo vet. Oh, wat sick jongen, werpen. Ik heb je al 4 keer gevraagd of het kon. Ja, het kan nu. Zo. Moet je net geluk hebben dat je er precies bovenop zit. Daar zitten we met onze neus in de boter, hè. Ik sta een beetje zeilen, dat betekent meestal dat hij aan zijn eind is. Daniel, dadelijk ga jij hier staan, want dan kan ik er hierbij met de kant. Ja, dat is goed. Oké. Ik zit daar voor aan. Ik zit er gewoon even op. Zoiets? Dik hoor dit. Om het jig engeltje. Zo gaaf jongen. Oh man. We zitten er heel goed, hè? Ja, zeker. Ik los hem, ik haak er meteen een nieuwe. Ja, ik denk dat er een all-mice is. Ik denk dat er wel 10 zal zijn. Ja. Mag je zo zwemmen? Ja. Lachen. 10, 15. Ja, die zaten alleen nog bij jouw plug. Laat staan wat er nog meer zit. Prima gevecht zo. Hè? Ja, vet. Die kant gaat, moet je naar die kant doen. Ben jij daar weg, Martijn? Ja, ik loop. Ah, hij gaat nu omhoog, dat is mooi. Het is gewoon een drill van een kwartier, op een wauw. Ja, ik heb hem ook even uitgezet. Maar dit is wat ik wilde, jongen. Zo, het is wel een unit, hè? Jezus! Oh, een buffel, joh. Dit is een buffel, hè? Ai, fuck! Rustig. Parabar! Fucking hell! Jezus! What the fuck? Daniel is aan het stoeien met een visje. Hij probeert hem omhoog te krijgen. Maar goed, aan al die uren sportschool. Moet de stoel even goed zetten voor je? Dat is een leuke sportschool. Moet je hem over je heen laten hangen zo. Dat is te groot, hè? Hij is te groot. Je moet hem even... Mike, wat ben je aan het doen? Wauw, hoep op. Ik had aan het zwaaien. Levensgevaarlijk. Ja, vond ik wel een mooie aas. Ja? Ja. Als aas? Ja, natuurlijk, want hij ruikt zo'n bek. Ja, ik wel. De kopje is een snoepie geworden. Snack. Mijn ja. Snackie, hè? Ja, joh. Die zegt gewoon dat die tijger zegt even een kroketje halen bij Mike's boot. Ja. Ga ik nog wat laten zien aan je. Ja. Dit is dus de maag. Ja. Even kijken wat daarin zit. Even op een schoon stukje leggen. Zo, dus een bloedzuiger is niet. Ja. Nee joh. Gadverdamme. Zo. Ah joh, die bewegen ook gewoon. De graadjes die erin zitten. Ja. Normaal gooien wij zoiets overboord. Ja. Hier in café, die vinden ze dat heerlijk om op te eten. Die maag. Ja. Okay. Als ik er al aan denk, dan heb ik al gegeten en gedronken. Ja. Maar dus ik gooi hem niet overboord. Nee. De kapitein vanavond lekker bakken. Ja joh. Ja, hij heeft al een paar keer uitgenodigd om bij hem te eten, maar ja, elke keer geen tijd. Nee. Kan je vertellen? Wat wij met deze kop gaan doen, dat denk ik dat we dat in de volgende video gaan laten zien. Denk jij ook niet? Ja. Ja, dames en heren. Vissen met de Wahoo kop als aas. Op tijgerhaai en op haai hier vanaf de bodem. Dat gaan jullie een andere keer zien bij de volgende video. Ah, jeetje man, wat een avontuur nu al. 2 grote wahoes. We zijn nog niet eens halverwege de dag. Dit is echt top. We waren onderweg naar de haaienstek. Mike zit aan het klaarmaken. Dan gaan wij gewoon met de wahoe kop, met de wahoe die ik net heb gevangen, ga
gaan wij kijken of we een tijgerhaai kunnen vangen. Ja, als dat lukt, dat zou helemaal geniaal zijn. Dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie ontzettend hebben genoten van dit avontuur. Ik heb in ieder geval ontzettend genoten van het editen en van mijn Cape Verde avontuur. Wil je ook zo'n reis maken? Ga dan even naar de website van www.visreis.nl. Neem even contact op met Joris. Dan kan je ook bij onze grote vriend Michael in Cape Verde vissen. Echt een aanrader. En moet je nagaan, we vissen zelfs nog in het off-season. Dus het minst goede seizoen van het jaar. En dan vangen we dit soort vissen. En ik kan jullie beloven, die volgende video, er komt een tijgerhaai langs. Dus je moet jullie zeker gaan checken. In ieder geval bedankt en tot de volgende keer.